Dank u, voorzitter. Horizon 2020 is zo succesvol omdat het toponderzoek en hoogwaardige innovatie steunt. En ik ben dan ook blij dat de regiecommissie excellentie als uitgangspunt voor een toekomstig kaderprogramma heeft omarmd. Programma's onder het cohesiebeleid en Horizon 2020 kunnen elkaar aanvullen. Daarvoor moet onder meer de synergie tussen Horizon 2020 en de andere programma's verder versterkt worden. Daarnaast moet een goede onderzoeks- en innovatiestrategie voor slimme specialisaties centraal staan. Een zogeheten RIS-3, om regionaal ecosystemen op te kunnen bouwen. Horizon 2020 is bijzonder succesvol. Maar door het gebrek aan financiële middelen sterven veel kansrijke projecten een stille dood. Helaas. In mijn adviesrapport pleit ik daarom voor een budget van 100 miljard euro voor het volgende programma. Ik ben verheugd als het Europees Parlement die inzet zelfs wil verhogen naar 120 miljard. Daarmee kan Europa toonaangevend worden in de wereld van onderzoek en wetenschap. Dank u.